Nou, ik denk dat een optimale mix van open en gesloten leermaterialen bijdraagt aan een hoge kwaliteit van onderwijs. En dat met name open leermaterialen ook wel de innovatie in het onderwijs kan bevorderen. Je hebt meer en diverse leermaterialen ter beschikking, waardoor je ook wat kan variëren in jouw didactiek. Met de huidige mogelijkheden kunnen we het onderwijs aan zich anders organiseren. We kunnen het flexibeler maken in tijd en in topics. Daarmee kunnen we leerwegen personaliseren. Dus dat betekent meer op maat studeren mogelijk maken voor studenten, waardoor we meer inspelen op hun talenten en wensen. Maar ook beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Want we kunnen sneller programma's erop afstemmen of studenten kunnen zelf hun programma's op wensen van de arbeidsmarkt afstemmen. De relatie onderwijs en arbeidsmarkt en de digitalisering van de arbeidsmarkt is denk ik het onderwerp voor het hoger onderwijs, omdat we als Nederland een kenniseconomie moeten zijn en dat vraagt om innovatieve professionals. In al die vernieuwingen speelt ICT een wezenlijke rol. En dan moet je niet alleen denken aan informatiseringsberoepen of aan artificiële intelligentie, maar je kunt ook denken aan allerlei andere beroepen in de zorg, in het onderwijs. Dus geen enkel beroep ontkomt eraan dat digitalisering een enorme impact heeft en het hoger onderwijs zal daar heel snel op in moeten spelen. Ik vind flexibilisering belangrijk voor het hoger onderwijs, omdat het daarmee meer persoonlijk en meer studeerbaar kan worden en invulling kan geven aan een leven lang leren. Iedereen vindt het belangrijk dat we onderwijs blijven ontwerpen van goede kwaliteit. En de vraag wat werkt bij het inzetten van digitale middelen in het onderwijs is in ieder geval een goed startpunt voor een gedegen proces waarin dingen uitgeprobeerd worden die ook kans van slagen hebben. Dus het hebben en kunnen vinden van kennis over wat werkt is van groot belang. Ik denk dat professionele ontwikkeling van docenten in het hoger onderwijs heel belangrijk is, omdat wij als docenten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en daarmee voor de toekomst van onze studenten. En gezien alle ontwikkelingen in de maatschappij en in de samenleving, de ontwikkelingen op het gebied van ICT, moeten wij als docenten ons blijven professionaliseren. Wat we zien is dat steeds meer gegevens ontstaan in hoger onderwijsinstellingen. Voor ICT in het onderwijs, maar ook bij administraties. En het bijzondere is dat als we die gegevens met elkaar combineren, dat we veel beter kunnen begrijpen waarom onze studenten studeren zoals ze studeren. En ook beter snappen waar ze behoefte aan hebben of waar ze geen behoefte aan hebben.